hier klopt iets niet. Want als je hier bijvoorbeeld kijkt, waar we nu lopen, dan zie je eigenlijk dat er af en toe een dennenappel ligt. Maar als ik dan hier kijk, dan zie ik in één keer een heleboel bij elkaar liggen. En dat is gek. Een boom laat nooit zomaar in één keer al die kegels op precies dezelfde plek vallen. En als ik zo'n kegel eens oppak, dan kan je ook zien dat ze anders zijn. Deze is nog heel mooi heel en hier is iets mee gedaan. Nou ja, er is niet echt aan geknaagd. Eekhoorns zouden er ook aan knagen, die hebben gewoon grove tanden. Dus dan zou je echt overal ook van die snippers zien liggen. Er lijkt echt in gehakt, dus meest waarschijnlijk is het toch een vogel. Je hebt eigenlijk maar een paar soorten die zaden van die appels eten. Nou, dat zijn met name de spechten. Dus die specht die hakt, of die zet die kegels eigenlijk ergens boven vast in een gleuf die hij zelf heeft uitgehakt. En elke keer als hij een nieuwe kegel haalt, dan gooit hij die oude kegel eruit. En dat is wat je hier eigenlijk op de grond ziet.